Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. En deze week rijden jullie niet alleen met mij mee, maar ook met Beauty Case. We gaan namelijk een combi-vlog maken. En ik sta op dit moment in Pavia. Hier ga ik zo lossen. En dan ga ik naar Milaan en naar Bergamo. Dus ik blijf eigenlijk een beetje in de regio Lombardije. Een beetje bovenin. Dus ja, en we gaan wel zien wat de week weer brengt. Ja jongens, het lijkt heel wat hoor, maar zo'n grote big bag weegt 60 kilo of zo, dus het lijkt of er heel veel gewicht achterop staat, maar dat is het niet. Ik heb ondertussen gelost, dus ik ga het hier even afronden. Dus dan gaan jullie ondertussen naar Beauty Case. Bonjour. B6, hein? D'accord. D'accord. Merci bien. Merci bien. Nou, we beginnen aan hier weer. Dan gaan we het er weer afhalen. Ja.
die bocht is eraf. Moet hem ook opruimen. We hebben 8 pellets gelost in Gardonne, 8 pellets ADR, die ondertussen heb ik die gelost. Het is hier -4,5, echt koud. De pengels vriezen eraf. Nou, wat gaan we doen? We gaan naar de volgende. Potje openmaken. Nou, we zijn ondertussen bij de volgende. Net voorbij Milaan. Even een belletje drukken. En dan. Kijk of de poort open wil. Zie je, top. Er ook weer uit. Even papiertjes opruimen en dan moet ik hier achteruit weer terug, want ja, hier kan hij niet rond het gebouw, dus een stukje achteruit, maar dat geeft niet.
Proost, hè. Nou, één pelletje gelost. Die lag 5 kilometer verderop. Maar ja, dat gaat allemaal zo snel. Ik denk zomaar filmen. Ik heb overal één pellet. Maar goed, Sebas, weer terug naar jou, jongen. Rol die camera. We zijn weer in Bergamo en ja, hij wordt gelost. Ik hoef er niks aan te doen. Helemaal prima. Nou, ik ben ondertussen leeg. Dus ik heb een bakje koffie meegekregen. En ik ga de zaak even bellen waar ik terug moet laden. En ondertussen gaan jullie weer even naar Beauty Case.
Nou, de laatste ligt er ook uit. We gaan maar aan de afhalers beginnen. Het is in ieder geval een mooie route geweest. En de afhalers, ja, ik heb er maar twee. Dus ik ga die verder niet meer filmen. Ik ben er verder klaar mee met filmen. We gaan nog ja, 3 dagen werken. Vrij weinig doen, alleen maar terugrijden. Maar goed, dat was het dan weer voor deze keer. Voor mij in ieder geval. Nou gaan ze even kijken wat Sebas nog heeft. En dan gaan we kijken of we de combi-vlog mooi in elkaar kunnen zetten. Nou, dat was het dan weer. Adios en tot de volgende keer. Ciao. Zo jongens, ondertussen even lekker gedoucht. Nu even haartjes nog doen en dan kunnen we zo lekker aan tafel. Nou mensen, ondertussen de spaghetti is geserveerd en ja, er is nog een Hollander aan komen rijden en dat is Johan van de Groentransport. Dus we zitten gezellig met z'n tweeën aan tafel. Goedenavond, ik zit met mijn Belgische vrienden. Ja, ik kom uit Brugge, dus ik spreek geen Nederlands, maar ik spreek puur plat Vlaams. Dus platter kan het niet. En ik heb hier een paspoortje. Aiko komt uit Japan. Ja. Maar heeft ouders uit Nederland en is geïmigreerd naar België. Ja, ja. Nou, we zitten in de kroeg vanavond in Castelnaurij. En ik ben aan het eten met Jos en... Aiko. Aiko. Nou, voor mij is het een Japanse naam. Maar ze komen uit België. Dit zijn bij onze oosterburen. Maar goed, ik zal even het eten laten zien. Kijk. Dat is een voorafje. Even allemaal kennis maken. Dit is... We zeggen Jos. Jos op zijn Belgisch en... Aiko. Hoe? Aiko. Aiko op zijn Japans. Aiko, ja, ja. Ik vind Aiko. Maar goed. Dus we gaan even beginnen aan het voorafje. Ik zal daar nog even het hoofdmenu laten zien. En dan wens ik jullie een fijne avond. Nou, we zijn aan het hoofdmenu begonnen. Ik moet alleen wachten op de frietjes. Ik heb alleen een boontje gehad en een vleesje. Dus. Maar de Belgische collega's hebben een hamburger en... Hoe is het? Cassoulet. Cassoulet. Lekker, lekker, lekker. Nou... Laat me zien, waar is het? Wat zit er eigenlijk in? Boontjes, worst, kip en goed gekruid. Boon, worst, kip en goed gekruid? Ja. En die hamburger is al op. Ja. We hebben in ieder geval een goede gevulde tafel. Toppie. Nou, goeie avond. Ik wou mijn toetje laten zien, alleen ik was er al aan begonnen. Dus... Ik wil te gezellig aan tafel. Nou, ik laat het toetje zien, maar hou er rekening mee, hij is al half op. Oh, daar ben ik bij. Ja, maar weer af. We gaan iedereen filmen nou. Nou, dat is de fruits, hè. Waar ben jij? Kaas. Kaas. Kaas en fruit. Wat zit er in het water? Dat was pruim. Jongens, nou, genoeg laten zien. Ja, en fijne avond. En morgen gaan we weer verder natuurlijk. Adios. Jongens. Hoi. Goedemorgen. Het is woensdagmorgen. En ik sta in Cologno al Serio. Dat ligt net onder Bergamo. En ik heb gisteren natuurlijk aan de bovenkant van Bergamo gelost. Ben ik lekker naar het restaurant geweest, zoals jullie gezien hebben. En vanmorgen was het ook weer 5 minuten rijden. En nu sta ik even te wachten totdat we kunnen laden. Die beste man zegt een half uurtje, dus dat is prima. En ik moet hier compleet laden, dus dan ben ik straks op de woensdag al vol. Dus dan zijn we een mooie tijd. Maar dat moet ook, want het is van het weekend kerst. Dus dan zijn we een mooie tijd thuis voor de kerst. We gaan het spul wat achter mij staat, dat gaan we laden. En dat is eigenlijk vulling voor brandblussers. Van het schuim. Dat is het eigenlijk.
Trouwens, niks vast, dat hoef ik ook niet, omdat ik een bordentrailer heb, zeg maar, dat noemen ze borden. En daarboven heb ik ook nog een staal of een ijzeren balk, zeg maar. Die zijn ook mega zwaar, daarboven is het allemaal aluminium. Maar doordat ik dat heb, hoef ik geen spanbanden te trekken als het dan één gesloten geladen is. Dus dat is wel lekker. Dat is het voordeel van deze trailer, die geldt eigenlijk als kastentrailer. Nou, wat zit erin? Ik ga het richting Como document maken. Dus, ja, het is helemaal nu driving home voor Christmas. Nou jongens, ik moet toch wachten op mijn document, dus ik heb even een pizzatje gehaald. Je moet toch eten tussen de middag, hè? Nou jongens, die gaat smaken hoor. Top! Documentje in de pocket, dus we kunnen gaan.